Wij moeten een oordeel uitspreken of wij jou verantwoordelijk zien voor een groep. Luister allemaal even. 3, 2, 1. Vandaag ga ik mijn eerste les geven, dus dat is heel erg spannend. Zo zenuwachtig. 4 jaar misschien? Ja. 4 jaar, hè? Ringeling! Wakker worden! De baby komt bij de vagina van de vrouw uit. Dat is toch heel vies. We hebben alle drie... Jongens, drie nog even zitten. Zitten. Hoezo? Hoezo? Omdat ik het vraag. Stil allemaal. Stilte. Stilte. Kom. Matteo. Nee. Ik heb wel heel één grote vraag. Voel ik me comfortabel om echt voor de groep te staan? En ga ik me daar ooit comfortabel bij voelen? Als je geen orde kan houden, kun je eigenlijk geen les geven. Want dan lukt het je niet om iets over te dragen. Dus dat moet ik eerst gaan leren. En dat is nog steeds, vind ik, dat het moeilijkste. Past het op dit moment in haar leven? Daar ga ik niet over, maar ik vind haar kwetsbaar. Wie helpt me even mee stilmaken? Orde houden is echt het allermoeilijkste. En ik wil iedereen op zijn stoel. Gewoon eigenlijk het hele traject gewoon vreselijk met het te doen gehad. En je moet ingrijpen, je moet iets gaan doen. Als ik sec naar de les kijk, je zit niet op het goede spoor. Ik zou geen ander meester willen. Oh. Het is de eerste keer dat iemand mijn hele leeftijd zei. Ja. Voor mij is dit een door. Ik hoop heel erg dat ik het ga halen. Ja. Ja, dus ik wil het heel graag. Ja.